het allemaal? We zijn ondertussen in het bivak in Córdoba. We hebben vandaag een proef gehad, een vlakke proef van 300 kilometer. Vanochtend was het allemaal leek het er niet zo fraai uit te zien. Om 4 uur moesten we gaan. Het waren de monteurs Arjan, Erwin en Richard Roy, die waren nog bezig met de auto. Hij was er niet klaar. Het probleem van gisteren was er niet verholpen. Dus ja, we gingen aardig gestrest de proef in. En ze kregen hem ook niet klaar. Dus we hebben hem in een noodloop gezet. Dat de vering in een bepaalde hoogte staat. En ja, moesten we het gewoon gaan proberen. Nou, gelukkig hadden we een hele vlakke, snelle proef. 11 tijd gereden daar. Dus we mogen niet ontevreden mee zijn. En zijn we hier in bivak aangekomen en hebben ze vanuit Nederland, van VEC, hebben ze in Argentinië hier een bepaald ventiel geregeld. Die hebben ze er net op gemonteerd en hij doet het weer. Dat was het probleem, maar dat is gewoon, vannacht was dat niet te vinden. En gelukkig heeft de auto het vandaag wel redelijk goed gedaan, maar het reed niet fijn. Hij was niet in topvorm en wij wel, dus dat is een confrontatie die niet fijn is. Maar goed, wij gaan op naar Buenos Aires, morgen de finish. Nou, het ziet er goed uit, dus vooral nu de truc weer helemaal goed is. En hopen jullie volgende week in gezondheid weer in Nederland te zien. Vandaag belichten we even de achterkant van de truck, want ze komen hier gewoon van de week van het Duitse Turenclub. Komen ze gewoon nog stickers brengen. De laatste die erbij gekomen is Schriekenhol uit Huiskamp, Jan-Willem van der Brink. Hartstikke bedankt. Dat wordt allemaal weer geregeld vanuit het Dakkercafé in Huiskamp. Het centrum, Mark en consorten. Bedankt voor de aandacht en de moeite die jullie er allemaal voor doen. En ja, het is gewoon top. Ik hoop dat jullie dit zien. Nou, en verder, allemaal jullie die erop staan, even belangrijk. Allemaal hetzelfde. Jullie maken het mede mogelijk dat wij hier staan. Vorige week nog zo'n bijzondere sponsor. De Taaiaar uit Wekerom. Voordat we vertrokken, wou hij ook meedoen. Het zijn gewoon mensen die een warm hart toedragen. Allerlei bedrijven, veehandelaren, stucadoorsbedrijven, bouwbedrijven, installatiebedrijven, slagers, maakt niet uit. Jullie houden van de sport en steunen ons. Daar zijn we hartstikke trots mee. Dankjewel en tot volgende week.